Ja, en gelijk met de deur in huis te vallen, er werd op mij en op de honden ingereden. Dat dorst hij niet. Dat dorst hij niet. Astrid komt eraan. Zo, lieve vrienden, het is alweer reeds maandag en we leven op 30 november en we leven om 13:46. Ik ben alweer een tijdje eruit, want ik heb de hond al uitgelaten, ik heb al gegeten, koffie op. Ik heb deze camera mobiel al leeggehaald, want die was bomvol. Ik denk, nou, eerst maar even leeghalen voordat ik ga filmen, want anders dan bereik ik niks meer, nee. Dus ja, dat zijn weer 14 dagen die erop stonden. Want ik had vorige week, was ik er ook niet aan toegekomen om het te legen. Normaal wil ik het iedere week legen, in het weekend, zaterdag of zondag, een van die twee dagen. Maar ja, helaas niet gebeurd. Dus ja, ik heb weer heel wat te doen. Maar ik wens jullie ook natuurlijk weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Ja, en gelijk met de deur in huis te vallen, er werd op mij en op de honden ingereden. Ik mag van die man daarom niet lopen. Hallo, is de weg voor jou alleen? Ik mag daar net zo goed lopen als ieder ander. Dan zegt hij, het is geen uitlaatgebied. Dat zei hij van de zomer al, dat ik rijk alleen nog maar had. Hoezo geen uitlaatgebied? Alle mensen lopen daar met hun honden. En toen zei hij ook nog, losloopgebied. Heb ik mijn hond los? Nee, ik heb eraan gelijnd. Dus kijk even uit je ogen, want anders mag je ineens geen auto rijden. Nu dus weer, hè? Hij zou zo meer rijden. Ach, gelukkig. Nou, ik stond te trillen op mijn benen. Echt. Wat maf, Kees. En dan stelt hij ook nog gebaren te doen, et cetera. Ik denk, ja, hallo, ken ik ook. Zou hij achteruit komen? Ja, moet je komen? Kom dan. Dat dorst hij niet. Dat dorst hij niet. Astrid komt eraan. Maar in ieder geval, ja. Er zijn mensen op de wereld, ik zeg dan op mijn beurt, die zijn het leven niet waard. Die zijn geen honden waard, die zijn geen kinderen waard, die zijn geen vrouwen waard. Ja, hunzelf, nou, die zijn de wereld niet waard. Ik was woest en ik zit eigenlijk nog wat te trillen. Maar ja, gedaan een zaak een enige keer, maar ik hoop de volgende keer dat ik zijn kenteken kan noteren. En dan geef ik dat wel door aan de politie. Maar ja, dat is dan de hoop. Hi schat, ook een goede middag. Maar oké, laag blijven dames. Maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet van jullie middag. Ik moet ook aan het werk en Astrid die moet aan het werk, dus ja. Nog een hoop te doen, maar ik zit nog eigenlijk te trillen als een rietje. Maar ja, komt allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen lieve vrienden, hou vol goede moed. Het is slecht weer, dus wees zelf even het zonnetje. Kan er ook niks aan doen. Tot later. Klaar. Ja, lieve vrienden. Ik vergat het alweer eigenlijk om te gaan vloggen. Maar ja, ik dacht er ineens aan. Omdat ik ook erg mee bezig ben om allemaal die filmpjes die ik vandaag heb overgeheveld van de camera naar mijn computer. Om dat weer in mappen te doen. Eentje die is geloof ik nog bijna klaar met renderen. Die kan ik naar YouTube brengen. Maar in ieder geval, ja, ik heb vandaag onverwacht, normaal komt hier, nou ja, ook niet altijd, het is niet normaal bij hem. Maar normaal behoort hij op de woensdag te komen, maar hij heeft het dan druk met verhuizen van een andere cliënt. Oké, moet dat zo lang duren? Verhuizen van een cliënt van A naar B, het verhuizen dat moet zomaar gedaan zijn, maar dan het klussen. Ja, laat hem zelf ook de handen laten wapperen, of haar. Ik doe dat ook, ja toch? Maar in ieder geval,
Hij is vandaag geweest. Hij heeft mij geholpen om de boksen weer naar boven te brengen. Natuurlijk is Astrid geweest. En ja. Een drukke middag eigenlijk weer. En ja, met jullie bezig. Althans met de filmpjes en alles bezig. En dan ben je zo intens bezig. En dan vergeet je het weer. Maar ook wat ik naar beneden heb gehaald. Dat is... Wat zit hier al in? Mijn kerstboom voor de booster, ja. En dat, ook dat ga ik van de week doen met droog weer, want ik moet de booster naar binnen hebben. Ja, die komt dan mooi naar binnen toe. Niet vallen, blijven staan. En dat, ja, ik zit dus weer in de keuken omdat het daar te donker is, want ik heb de kerstboom nou niet aan. Dat vind ik niet nodig, weet je, het is... We hadden gisteren eerst advent en de andere week heb je tweede advent. Het is nog geen feest verder. Nee, dus we lopen naar de feestdagen toe. Maar in ieder geval, wat dan wel aan is, dat is op afstandsbediening. Nou ja, dat gaat dan automatisch. En ja, de verlichting bij mijn geliefdes. Over mijn bureau heen. Nou ja, dat is gewoon werkt de batterij. Dat is even aanklikken, het is klaar. En voor de rest heb ik het, ja, de takken, dat is ook allemaal op AB, op een afstandsbediening. Buiten heb ik het nou ook niet aan, vind ik niet nodig, nee, want ook heb ik voor en achter een lantaarnpaal. En het is heel laat aangegaan vanavond. Het was al donker en ze waren nog niet aan. Ze zijn misschien nog net een half uurtje, nog niet eens, 20 minuten aan, kun je nagaan. Maar oké, het regent steeds hier, het is hier vies. Rot weer. Niet leuk, nee. Want ja, je moet er wel doorheen met je hondjes, hè. Maar ja, daar heb ik mijn regenjas hier ook. Dus die gaat er mooi overheen. Want ik word zo drijf door nat. En dat is niet leuk meer. Echt niet. Maar ja, oké, lieve vrienden. Het is nou de tweede keer dat ik mijn vlog, mijn geval pak. Dat ding, die mobiel, die standaard. Maar in ieder geval, ja... Komt gewoon goed. Ja toch? En ik ben daar dus druk bezig. Al die filmpjes weer in mappen te zetten. De mappen namen te geven. En te bedenken van hoe moet ik het nou weer benoemen. Ja. Alleen een vlognummer, daar bereik je niks mee. Maar ook komt er weer een hele leuke plaatjesvlog aan voor de winter. Kort filmpje, gewoon leuk. Gezellig. Gewoon met allerlei verschillende teksten erin. Ook goedenavond of goedemorgen, weet ik wat erin staat. Maar ze zijn mooi en dan plak je dat dan ook even. Leuk, muziekje eronder, klaar. Ja toch? Ja. Ik zal ook eens een keertje proberen, maar dan zal dat langer duren. Om ook een mooie plaatjes te maken met een passende tekst erin. Een gedichtje of wat dan ook. En dan dat ook weer aan elkaar te maken. Met mooie muziek eronder. En dan komt het ook wel weer goed. Maar dan moet ik me er echt voor in gaan zetten. Van, hey, ik wil nou eens dat en dat gaan maken voor jullie. Maar dat duurt ook dan weer veel langer. Dan zomaar eventjes, hup, mooie plaatjes. Wat voor tekst dan het ook is aan elkaar. Maar ze zijn wel heel mooi. En bijzonder mooi, want ik krijg iedere keer oh, prachtig op Facebook te horen als ik één plaatje daar plaats. En dan krijgen jullie het in één band te zien met muziek eronder. En dan wil ik van jullie ook wel eens horen of jullie het mooi vinden. Ja, buiten Facebook om. Nou, mijn volgers. Oké, er zitten ook Facebookers bij die mij volgen. Maar ik bedoel, buiten degenen die op Facebook zitten... Andere mensen dus, enkel de YouTubers, die eens een keer zeggen van mooi die plaatjes of wat dan ook. Ja, dat vind ik leuk om te weten. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet van jullie avond. Het is nou even zien, 4:59 nog maar. Het is nog niet eens iets hondenuitlaattijd. Nee, voor mij nog niet. En ik heb een halve pizza in de koelkast leggen. Nou, die eet ik vanavond weer op. De hondjes die hebben nog steeds te wikken, dus dat valt ook nog mee. Mijn stoel rijdt naar achteren. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, voor straks smakelijk eten, bon appetit en prutjes. Hè?
glaasje op, plaatje rijden. Ik drink dus iedere avond een wijntje erbij. En een bak koffie, niet te vergeten. En ik zou zeggen, een hele mooie, fijne, liefdevolle avond. Ik ga televisie kijken. Want ja, televisie is op maandagavond voor mij mooi. Ja, ik mag dan graag, ik ken niet goed Engels. Third Sight, Married, Australia, weet ik wel. Dat is dus dat, ze gaan trouwen, maar ze weten niet met wie. Ja, ze worden gematcht door experts. Nou ja, hartstikke mooi, hartstikke goed. De ene lukt wel, de andere lukt niet. Het is in Australië dus, dat zegt het al. En daarna dan ga ik terugkijken naar Goede Tijden, Slechte Tijden. Dan zet ik hem weer terug op dat kanaal waar ook dat op komt. Dat is RTL8. En dan komt daar ook Good Doctor op. Nou, dat vind ik ook een prachtige serie. Maar ja, zo zijn er meerdere dingen, hè. Ja, ik vind het gewoon mooi. Ik wil dat graag zien, dus... Ja, ik kom dan ook niet op Facebook. Nee, dat is mijn avondje. Ja, dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze van alles wat jullie gaan doen. En geniet ook van onze vlogs, van ons kanaal, van Corina en de Beestenboel. En vergeet niet dat je eigen te abonneren, hè, als je dat nog niet bent. Dat kun je hier ook onder doen, ja. Als je er zo naar zit te kijken, dan is het aan de rechterkant. Dus, nou... Van jullie aan die kant, ja. Als jullie zitten, ja, nou, je zit te kijken, dan zit het gewoon recht, die knop, abonneren. Dan komt er ook nog een belletje tevoorschijn. Dan klik je ook even op en dan zorg je dat er van die dingetjes eroverheen komen. En dan hoor je altijd eventjes een berichtje, krijg je dan binnen, wanneer er van mij een vlog online is gekomen. En dan kan je rustig kijken wanneer jij dat wil. Ja, toch? Ja. Nou ja, en dan zie je mijn geweldige diertjes, ja toch? En ik kan al wat minder, want die is weg, want ik denk boven, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, die is altijd aan het pieren, waar hij altijd, daar ligt hij rustig te slapen. En weet je waar die ligt? Ja, in de wastafel in de badkamer. Schijnt hij waarschijnlijk lekker te vinden, of zo, ik weet het niet, maar... Ja, ik kan hem iedere keer schoonmaken als ik daar al kom en ik moet bij de wastafel wezen. Dan is het, ja, weg lieve schat. Dan moet ik het even schuursponsje pakken en de kraan open en het schuursponsje er doorheen. Zodat die viezigheid weer weg is. Ik snap het niet waar ze dat vandaan krijgen. Ook Ewen had dat. En die kwam nooit buiten. En altijd als hij in de wasbak in de wc lag... Of op de deksel van de wc, met die hitte voor afgelopen zomer. Wordt het bruin. Wie heeft dat? Wie heeft er een kat die op de gekste plekken gaat leggen en dat ze dan die bruine afscheiding achterlaten? Die vieze, gore kleur. Ook een kandel die ligt dus op de wasmachine, die ligt eens een keer op de wasdroger. Nou, die zijn wit, die apparaten. Nou, dan wordt het zo'n vieze vlek. Dus ook in die wastafel. Nou, wie heeft dat? Dat zou ik willen weten. Misschien jij, Fred van der Kaap, jij hebt ook een kat. Ja. En wie heeft er nog meer een kat? Wie is er nog meer kattenmens? Ineke, geloof ik. Je hebt er geloof ik een kattenmens? Nou ja. Vraag maar aan een paar waar ik het zo'n beetje van weet. Die... Nou ja, Fred van der Kaap, die heeft Bertje. Dus dat is ook een kat. Ineke is gek op katten, geloof ik. Er waren er nog een paar, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, wie er een kat heeft. En die kent dit verhaal. Terwijl ze toch ook binnen leven. Zoals Ewen, die leefde altijd binnen. Ja, oké, zomers mocht ze dan wel eens in de tuin op het terras leggen of wat dan ook, maar verder kwam ze niet. Nee. Ja, ze is één keer weggelopen geweest, maar buiten dat, ze kwam nooit buiten dan, alleen nog zomers in de tuin. Maar waar die kleur vandaan komt, ik weet het niet. Nee,
Wie kan mij dat vertellen? Ja, wie weet daar meer van? Wil ik graag weten, zet ik me mooi keurig netjes onder de video neer. En anders, als je privé wilt houden, mag het ook. Dan zoek je me maar op Facebook. Ja, ze zeggen, geniet van alles en tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei!